Goedenavond, dames en heren. Dus welkom hier op de humoravond in de parochiezaal van Zelzaten. Wij zijn blij dat u erbij bent en dat u ook teruggekomen bent sinds de vorige succesvolle editie met Fons Straatmans. Vanavond hebben we iets speciaals voor jullie. Hij brengt humor over tv en over film. Uw applaus voor Xander de Rijke. Dank u wel. Dames en heren, welkom bij Hart voor Bekeken 1988-1989. Ja, het is waar. Ik weet niet hoe dat jullie te weten gekomen zijn, maar het is effectief 30 jaar geleden sinds de eerste editie van Houd het voor bekeken. Er was de film van de collega's vorig jaar, De collega's maken de brug. Man, dat was slecht. Heeft iemand die gezien? De collega's maken de brug. De collega's had beter een goede film gemaakt. Geloof me, die film was zo slecht, daar maken ze zeker geen tweede van. Het is geen toeval dat 30 jaar VTM samenvalt met 30 jaar Houd het voor bekeken. Het begin van een commerciële zender was revolutionair en ik ben meteen op die hype gesprongen natuurlijk. Heeft iedereen al gehoord van die nieuwe zender VTM? Dat is hun logo. Hun slogan is VTM kleurt je dag. Ik heb niet eens de kleuren tv. Ze zullen beter met scherm komen kleuren. En hun mascotte is lekker een grote strontvlieg. Dat is ook al zeggen dat je programmatie kak gaat zijn. Maar met alle respect, het zal waarschijnlijk een goede zender zijn. VTM voelt aan als een zender die mikt naar een intelligent publiek en die steeds vernieuwende formats gaat blijven maken. Die show heeft toen 6 uur en 40 minuten geduurd. Ja, niet iedereen had televisie, niet iedereen had de tijd om naar de cinema te gaan, dus ik moest vaak volledige afleveringen laten zien om één grap te doen werken. Net zoals veel van mijn projecten was ik gewoon voor op mijn tijd. Op BRT laat ze nu een gast presenteren met een hond. Serieus, denken ze dat wij debielen zijn of wat? Zet hem anders op een boot. Geloof mij, die gast daar gaan we niet meer van horen. Binnen 30 jaar, het enige wat die doet met een hond is bedelen achter geld. Ja, sommige grappen zijn natuurlijk schaamtelijk gedateerd, maar ik durf wel zeggen dat veel dingen die ik toen gezegd heb er boemkop zaten, ook al snapte het publiek het nog niet. Naar het schijnt willen ze meer vrouwen laten presenteren. Ik zeg, laat maar zo. Ik wil niet dat het nieuws 1 week in de maand kwaad naar mij geschreeuwd wordt. Echte fan, dat wil ik op tv. Like die Luc Appermond, die ik al pas wijven krijgen, jong. Zijn mannetjes, het moest wel iets tof worden, hè? En niet een panoreportage waar ik hier in de val gelokt word. Sorry, Xander. We hebben nog één vraag. Oké. Okay. Je bent geboren in 1987. Hoe is het mogelijk dat je niet ouder bent? Kom, daar heb ik gezegd, daar moet je niet over beginnen. Interview is afgelopen, laat maar zo. Dat kan toch niet? Hoe is die niet ouder geworden sinds de opnames die we aan het bekijken zijn?